Goedemorgen, dames en heren. Ben ik goed te verstaan? Alles goed? Prima. We hebben de laatste 30, 40 jaar een ongelooflijke revolutie meegemaakt in de manier waarop de aarde is gevoed. Wereldbevolking meer dan verdubbeld, aantal calorieën per hoofd meer dan met een kwart gegroeid. Nog steeds 800 miljoen mensen die honger hebben. Maar de situatie is natuurlijk ongelooflijk vergeleken bij wat het was 100 jaar geleden. Heb je enig idee hoeveel mensen onder voet waren 100 jaar geleden? Dat was meer dan de helft van de wereldbevolking, onszelf is ingegeven. En nog steeds is er een sterke relatie tussen armoede en voedsel. Is het mogelijk om iets meer? Ik ben wel van de verlichting en de transparantie. Ja? Goed, we gaan het opnieuw proberen. Nogmaals, er is een enorme revolutie die heeft plaatsgevonden in de laatste 40 jaar. We zijn beter gevoed, we zijn met veel meer mensen, we hebben ook veel meer diversiteit. Als je denkt aan de jaren 50 in België of in Nederland, dan was de keuze in de winter nog steeds heel beperkt. Nu is de keuze enorm. Dus er is heel veel verbeterd. Er is heel veel veranderd. We kunnen er zullen straks nog over praten wat dat allemaal voor positieve en negatieve effecten heeft gehad. Maar de vraag die ik vandaag met u wil behandelen is, hoe ziet de volgende 40 jaar eruit? Of anders gezegd, wat is de toekomst van ons voedsel? Wat gaan we eten? Gaan we inderdaad over op eiwitten uit andere bronnen? Gaan we meer paddenstoelenachtige eten, gaan we meer algen eten? Komt er echt een revolutie door ons voedselpatroon? Gaat onze vleesconsumptie absoluut achteruit? Wat is eigenlijk de toekomst? Nou, we zijn de toekomst kijken altijd lastig, maar ik wil toch meenemen op een manier om daar althans de grenzen van te verkennen. En dat zullen we samen doen aan de hand van een aantal plaatjes. Ten eerste is het even goed om ons te realiseren wat de wereldbevolking groei is geweest en die nog steeds doorgaat. We weten niet zeker of we die 10 miljard bereiken, maar wat het belangrijkste is wat u moet onthouden is die ongelooflijk sterke stijging. Die, zoals u weet, eigenlijk voornamelijk te verklaren is door drie dingen, namelijk door verbeterde hygiëne en een grotere overlevingskans voor kinderen, door betere voeding en door handel, waardoor lokale voedseltekorten veel minder een impact hadden. De grote hongersnoden zijn eigenlijk voorbij op dit moment. En waar ze nog bestaan, in acute zin, hè, dat is die honger, dat zijn die 800 miljoen mensen. Maar waar Wammes het net over had, dat zijn de mensen in feite die leven in gebieden waar de staat niet goed functioneert. Of waar acute noden zijn, mensen op de vlucht zijn. Denk ook aan de hoorn van Afrika, Noord-Syrië, de grote merengebied, met name Oost-Congo. Dat zijn echt ontwrichte situaties. En verder heb je natuurlijk de chronische honger op het platteland en in sommige steden. Nog steeds is het zo dat driekwart van de armen en ongeveer driekwart van de hongerigen op het platteland woont. Dat is snel aan het veranderen, want in 2050 of tegen de tijd dat we die 10 miljard bereiken, zal misschien wel 2/3 en misschien wel 70% van de wereldbevolking in steden wonen. En dus ons probleem van honger en armoede verschuift van het probleem van boeren naar het probleem van steden. En dat is, houdt u die gedachte vast, dat is één van de redenen waarom de oplossingen voor het voedselprobleem niet alleen kunnen liggen met die steeds geringere percentages kleine boeren ten opzichte van die steeds grotere groeiende wereldbevolking. Zelfs nu is het al zo dat er vele steden zijn die miljoenen, soms zelfs zo'n 10 miljoen of meer inwoners hebben, die kun je niet voeden met een paar kleine boeren rondom zo'n stad. Met Shanghai 22 miljoen, Mumbai 23 miljoen, nu al. Mexico City ook 20 miljoen. Dat zijn aantallen die wij ons hier eigenlijk nauwelijks kunnen voorstellen. Die groei van die bevolking neemt toe en we zien ook langzamerhand mensen meer calorieën gaan eten. Dat heeft een aantal effecten die we natuurlijk allemaal kennen op de volksgezondheid. Wij zijn hier vooral bezorgd over obesitas of over een sterke stijging van de body mass index. Ziekelijke obesitas komt nog relatief niet zoveel voor en dan heb je een BMI boven de 30. Maar die groei in ons
weet, en trouwens ook even zijn lengte, wat ook een voedsel-effect is, is natuurlijk wel een punt van zorg. En het is ook een punt van zorg in de stedelijke bevolking, in de middenklasse, in ontwikkelingslanden. En we noemen dat wel eens de double burden, de dubbele last. Dus je hebt in arme landen heb je eigenlijk zowel mensen die ondervoed zijn, als mensen die overvoed zijn. En dat probleem is dus complex, maar het hangt met elkaar samen. En het is heel belangrijk om ons te realiseren als ik zeg van het verhaal van de laatste 40 jaar is een succes, dat er nog steeds toch wel een echt probleem met voedsel is. En ik kan het beste aangeven door een paar kerngetallen. We hebben die 800 miljoen die echt nog steeds te weinig calorieën hebben. En die 800 miljoen zijn onderdeel van ongeveer 2 miljard die geen gebalanceerde voedsel voorziening hebben. Dus die te weinig mineralen en eiwitten hebben. Reken daarbij 1,8 miljard mensen die een gewichtsprobleem hebben met overgewicht, dan komt u bij 3,6 miljard. En 3,6 miljard is de helft van onze huidige wereldbevolking. Dus de helft van de wereldbevolking heeft vandaag toch nog een issue met voedsel. Hoe goed het ook ons gaat. En ik denk dat we dat evolutionair moeten verklaren door een enorme groei aan de ene kant en het feit dat we en met schaarste en met overvloed, subtitel van mijn boek, zo moeilijk kunnen omgaan. Dus, er is aan de ene kant het probleem van de groei van de bevolking, die we weliswaar bij kunnen houden. Dus laat ik hier heel duidelijk zeggen, er is geen enkele reden om aan te nemen, tenzij er grote wereldoorlogen ontstaan, en dat kunnen we helaas niet helemaal uitsluiten, dat we technisch gesproken die 10 miljard niet kunnen voeden. Maar er zijn natuurlijk een aantal kosten aan te verbonden, een aantal problemen uit het verleden die we moeten vermijden. Het eerste groot probleem heeft natuurlijk te maken met de hele kwestie van ontbossing. Zolang de productieniveaus per hectare zo laag blijven, dan heb ik uitnodigd van wat naar boven zetten al het klapstoeltjes hier tussenin. Het is misschien niet handig, zo zinnig als je er moet staan. Dat lijkt me niet. Voor de hersenen is dat nooit zo goed. Ga zitten. Dus, het eerste probleem is dat we die productieniveaus die laag zijn, die leiden ertoe dat de groei van de productie vooral komt uit een uitbreiding van het areaal. Dat is eigenlijk het patroon van die laatste 40 jaar geweest. Het is niet zo dat we nu al aan de grenzen van het areaal zijn. Het is niet zo dat er geen vruchtbaar land meer is dat we niet kunnen gebruiken. In feite zijn grote delen van de voormalige Sovjet-Unie, denk met name aan Wit-Rusland, Belarusia, Kazachstan, Centraal-Afrikaanse Republiek, daar is nog goed land, Oekraïne, wat eigenlijk ondergebruikt wordt. En ook in Afrika, dat zal u verbazen, is nog heel veel land wat goed gebruikt zou kunnen worden. Het Braziliaanse wonder, dat we kunnen gezien, is geweest dat men de cerrados, de savannes, in gebruik heeft genomen. En daar die productiviteitsverwerking, onder andere de soja voor veevoer, zijn beslag heeft gekregen. Dus die terreinen die daarvoor eigenlijk als onvruchtbaar waren gezien, zijn in Brazilië maar allemaal ontwikkeld, in Afrika nog niet. En Afrika heeft, zoals u weet, een geweldig potentieel aan rivieren, wat niet gebruikt wordt. In Afrika, ten zuiden van de Sahara, is 4% van het areaal geïrrigeerd. In China bijvoorbeeld is dat 40%. En dus op het huidige areaal, plus het potentieel wat we nog hebben, door betere irrigatie, door betere bemesting, kan zeker die productiegroei opgevangen worden. Maar dan moeten we wel zorgen dat we bijvoorbeeld hele goede afspraken maken over het niet verder ontbossen en ook over het behoud van bodemvruchtbaarheid. Een van de meest onduurzame manieren om land te gebruiken is door eenjarige gewassen op tropische bodems te zetten waar uitspoeling en hoge zonne-energie zorgen voor een afbraak van organisch materiaal en bodems dus heel snel uitgeput raken. En dus bodembedekking en het liefst duurzaamheid door langjarige gewassen is een veel betere manier om die tropische bodems te gebruiken. Vlinder, bloemigen, enzovoort, enzovoort. We gaan geen college agronomie geven vandaag, maar u kent het idee. Dan hebben we natuurlijk het hele verhaal van water. Water is, dit is natuurlijk het extreme plaatje wat iedereen kent, aromeerachtig. Maar water is mondiaal gesproken niet een beperkende factor. We hebben genoeg water, en het water op deze planeet is, als je de oceanen meerekent, min of meer oneindig. Daar verliezen we ook niks van. Een heel klein beetje wat weggaat via de dampkring. We hebben water, maar het gaat natuurlijk om lokale schaarste. En vooral het gaat om efficiëntie van watergebruik. En daar kunnen we nog veel en veel meer aan doen.
door planten te kweken die beter met water kunnen omgaan, of beter met de combinatie stikstofwater, door te zorgen dat de verdamping vanuit de bodem niet zo groot is. En vooral door het minimaliseren van runoff. Zelfs in het Midden-Oosten wordt heel veel water verspild, omdat we het eigenlijk niet gebruiken, omdat het van de aarde afloopt en door die korstvorming, zodat het water eigenlijk zinloos is, althans zinloos vanuit landbouwkundig opzicht. Dus daar kan nog heel veel meer aan gedaan worden, plus wat we net noemen, bijvoorbeeld de irrigatie in Afrika. Maar dan, we hebben natuurlijk niet alleen het land, we hebben ook de zee. En we hebben die zee tot vandaag de dag gebruikt als een soort oneindige oceaan van mogelijkheden waar we maar uitgevist hebben. In feite zou je kunnen zeggen dat de visserij een hele primitieve vorm is van jagen en verzamelen, want we hebben eigenlijk nog tot voor kort heel weinig gedaan aan het systematisch telen van vis. We hebben wel een aantal afspraken, een aantal moratoria over het limiteren van de visvangst, bijvoorbeeld het kabeljauw, dat heeft ook goed gewerkt. Hè? Dus het kabeljauwbestand is in de noordelijke Noordzee aanzienlijk toegenomen en in de Barentszee. Maar de manier waarop we met vissen omgaan is, denk ik, op deze manier is afhankelijk niet duurzaam. Nou is natuurlijk visteelt een optie. En dan moeten we zorgen dat we bij de visteelt ook de fouten niet maken die we in zekere zin in de landgebonden landbouw hebben gemaakt. Dus zorgen dat we niet de vervuiling laten toenemen. Risico's voor wilde populaties als je visteelt hebt, bijvoorbeeld in fjorden in Noorwegen. En blijft iedereen vraag naar die visvoer. Dat is een interessante vraag, want op dit moment voeden we vis met andere vissen die we ergens vandaan oogsten. Nou, ik begrijp dat is natuurlijk een ongemakkelijke cyclus. Dus we kijken heel erg van wat zijn alternatieve vormen van visvoer. En om maar eens een balletje naar de toekomst op te gooien. Ik denk zelf dat wij in de toekomst vis veel meer met insecten gaan voeden. Dat dat een hele goede manier is. Bijvoorbeeld door meelwormen, die zijn hoog productief. Weinig uitstoot van broeikassen, overal te telen, zelfs in een parkeergarage. En dat zou bijvoorbeeld een hele mooie manier zijn om bijvoorbeeld op iets stenen visteelt te gaan doen. Op dit moment is visteelt in Zuidoost-Azië een grote bron van inkomsten, maar ook een grote bron van zorg, niet in de laatste tijd ook voor de voedselveiligheid. Dus, is het allemaal oefenen? Gaat het gewoon goed als we een beetje aan water, bodem en vissen zo denken? Gaat het goed? Nee, het gaat niet goed. Want als we zo doorgaan, dan worden we niet alleen dikker en zwaarder en monsterlijker, zou ik maar zeggen. Maar we verliezen ook onze relatie tot het voedsel en de voedselketen. Nee, we gaan natuurlijk niet terug naar het zelf jagen en verzamelen. Maar het is wel zo dat juist ook in ons land, onze burgers en wij zelf, ik zelf net zo goed als u, heel erg losgemaakt zijn van de voedselketen. We weten echt niet meer waar ons voedsel vandaan komt. We weten niet hoe het tot ons komt. We nemen eigenlijk vanzelfsprekend aan dat de supermarkt een soort eindeloze mogelijkheid biedt om van alles tot ons te nemen. En we zijn die band met het voedsel kwijtgeraakt. En tegelijkertijd, onze huidige stedelijke manier leidt ertoe dat wij veel kant-en-klaar voedsel, fastfood, consumeren. Daar is ook wel weer een trend in naar gezond en vegetarisch, maar het blijft nog steeds een afstand tot de voedselketen. Het is ook zo dat mijn eigen studenten, ik hoop dat het niet waar is voor u, maar de meeste van mijn studenten hebben echt het idee dat koken, in ieder geval door de week, dat is iets in de magnetron zetten. Ik hoop niet dat dat bij u allemaal zo is. Of de magnetron zetten. Dat is niet koken, dames en heren. Dat is opwarmen. Dat is een hele belangrijke functie. Voedsel moet opgewarmd worden, dus beter voor de verteerbaarheid. Maar het zelf klaarmaken dat iets, het begrijpen waar het vandaan komt, ook iets begrijpen van de chemie, van de bereiding, nadenken over wat je koopt, waar het vandaan komt, waarom het zo bijzonder is om op dit moment bijvoorbeeld aardbeien of kiwis te eten, dat is toch wel iets dat ook behoort, vind ik, tot de taken van de opvoeding van de burger. We willen dus niet alleen maar goed gevoede burgers hebben, wat mij betreft, we willen ook goed geïnformeerde en bewuste burgers hebben. En daar ontbreekt het ook in onze universitaire curricula en onze middelbare scholen nog echt wel eens aan. Dan is er het grootste hete hangijzer, vlees. Gaan wij door, dit zijn natuurlijk onze overburen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, hè, maar toch. Gaan wij door met zoveel vlees eten als we nu doen? Moeten we dat doen? Mogen we dat doen? Moeten we überhaupt vlees eten? Ik krijg ongeveer elke week een brief van iemand die zegt: mevrouw Vesco, je moet zorgen dat we geen vlees meer eten.
Het antwoord daarop is een complex antwoord. En wie het wil weten, moet inderdaad maar even het hoofdstuk over lezen in de hamburgers in het boek lezen. Ik stel mij geen wereld voor zonder vlees. Maar ik stel mij wel een wereld voor met gedifferentieerde eiwitbronnen, waarbij plantaardige eiwitten een belangrijke rol spelen en waarbij er ook mogelijkheden zijn om op een andere manier aan die diversiteit van aminozuren tegemoet te komen. Een van de problemen met vlees is niet alleen het volume van de consumptie, maar ook weer die rare blindheid die wij hebben. Wij willen wel weten dat lammetjes heel schattig zijn, dat vinden we ook allemaal leuk in het voorjaar. We willen ook dat lamscotelettes nog wel ontworpen hebben, maar we willen eigenlijk niet weten dat het beestje is geslacht. Het gevolg is dat wij in de supermarkt allemaal van die leuke roze plastic pakketjes kopen en dat is dan vlees. Als wij verstandig en verantwoord met vlees willen omgaan, dan zullen we ook ons bewust moeten zijn van zaken als dierenwelzijn. En niet op een nostalgische manier alleen, maar ook vanuit een wetenschappelijk verantwoorde en een duurzame kant van de zaak. Er is een groot verhaal over vlees, maar het belangrijkste wat u moet onthouden, denk ik, is dat er hele gebieden zijn in de wereld waar geen akkerbouw gegeven kan worden, omdat het te droog is, te nat, te koud, te steil. Denk bijvoorbeeld aan de steppes van Mongolië. Maar ook in Nederland hebben wij heel veel natte gronden waar je gewoon geen groenten of fruit of planten kunt telen en waar veeteelt al sinds vele eeuwen de enige optie is. Ten tweede, zolang wij de melkproducten, zuivel of eieren willen consumeren, is vlees altijd een bijproduct. En het is altijd wat merkwaardig, dat is een beetje schizofrenisch vind ik, als ik mensen tegenkom en zeg, nee, ik ben absoluut vegetariër, tegen vlees, maar ik eet wel eieren en ik drink wel melk. Dat is per definitie voorlopig, maar net op het woord voorlopig, komt onze melk niet uit het lab en komen onze eieren ook niet uit het lab, omdat dieren nog steeds de meest efficiënte manier zijn om dat te produceren. En ze gebruiken natuurlijk vegetatie, dus eiwitten, die wij als mensen niet kunnen omzetten. Moeten we dan toch weer terug met vlees? Ja, ik denk dat in onze landen, in Europa, wij relatief te veel consumeren. En er zijn landen waar het nog veel hoger is. Maar nee, als het gaat om mensen die last hebben van eiwitondervoeding. En nee, als het gaat om jonge kinderen in de groei, zwangere vrouwen en ouderen die een hele intensieve eiwit samenstelling moeten hebben in hun totale calorieopname. Omdat bijvoorbeeld oude mensen krijgen een steeds kleinere maag als ze dan niet dierlijke eiwitten, en dat zit alleen dierlijke eiwitten, maar ook ijzer eten uit het vlees, dan is het vaak moeilijk voor hun gezondheidstoestand. Dus daar moeten we gewoon op letten. Maar dat zijn kleine hoeveelheden. Dus ik verwacht dat wij terug zullen gaan in vleesconsumptie in het Westen. Ik verwacht dat de groei in zeg maar nu opkomende en arme landen heel sterk zal toenemen. En dat die groei niet alleen vlees betreft, maar ook vis. Er is natuurlijk een groot verhaal nog tussen herkauwers en kippen. De vis is op dit moment al de beste vis, net zo efficiënt in zijn conversie als varkens en kippen. Dus de toename van de vis in het totale eiwitdieet van de wereld zal alleen maar toenemen. Maar zoals gezegd, wij zijn in het Westen uiterst in verwarring over de voedselketen, over de dierlijke productie, waar het vandaan komt. En dat heeft ertoe geleid dat wij overspoeld worden door alle dit boeken die ons vertellen en voedselgoeroes van wat wel mag en wat niet mag. En het wordt als het ware een soort nieuw geloof. Ik ben van de veganistische school. Ik ben tegen dit, ik ben tegen dat. Wij als wetenschappers moeten zeggen, het gaat niet om wat u gelooft, dat mag natuurlijk, dat is uw identiteit, dat is uw emotie, maar wat is de wetenschappelijke basis voor die verschillende claims? Heel veel mensen denken nu dat ze glutenintolerant zijn, terwijl wij weten bijvoorbeeld dat glutenintolerantie eigenlijk niet is toegenomen in de bevolking. Wij weten dat koolhydraten uit granen een uitstekend voedsel zijn, in tegenstelling tot dat sommige prominente Belgische auteurs ook proberen. Ik zeg het voorzichtig. Dus die verwarring komt het mooist naar voren in dat paleo-dieet. Dus als u even een dagje op plezier wil hebben, moet u eens even googlen op die ultimate paleo-kaart. Mijn studenten en ik liggen dan rollend op de vloer van gekkigheid. Bijvoorbeeld. Er moet wel dus veel gejaagd worden. Deze mensen hebben nog niet gehoord van het probleem van dierlijke eiwitten. Dus veel gejaagd, maar goed allemaal met de spier enzovoort. Het is ook echt een soort macho ding. Hè?
Maar ook daar heb ik blijkbaar behoefte aan in deze samenleving. Maar wat belangrijker is, is het hele verhaal, dat wil ik u toch even noemen, omdat het ook hier zo speelt, van dat we geen granen zouden moeten eten. Ja, we hebben 10.000 jaar landbouw achter de rug. En dan zijn die mensen die zeggen, ja, we zijn nog niet evolutionair aangepast aan die granen. Maar dat is volslagen onzin, want wij weten uit heel goed archeologisch paleolithisch onderzoek dat wij al ongeveer 300.000 jaar als voorvaderen van de huidige Homo sapiens al grassen aten en in soms een behoorlijke hoeveelheden. En grassen zijn natuurlijk niets anders dan de voorvaderen van onze huidige tarwe, gerst enzovoort. Dus die aanpassing of niet aanpassing aan granen is onzin. Maar belangrijker denk ik is dat we onthouden dat er, dat is echt wat ik heel graag als u één ding moet onthouden, is dit. Er is niet één magisch dieet. Er is niet één magisch voorschrift. Van nooit meer ananas of elke dag ananas. Het enige wat we kunnen zeggen is, zorg voor veel plantaardige producten in uw dieet. Zorg voor minder dierlijke eiwitten en zorg voor diversiteit en zorg voor vezels. En vooral, maak ook niet te veel een probleem van zaken. De meeste mensen, zoals we hier allemaal zitten, zijn allemaal gezond en goed gevoed. Waar het misgaat is in de relatie tot armoede. Arme mensen hebben minder keuzes. Dat is niet alleen financieel, maar ook vaak dat armoede betekent dat mensen 2-3 banen hebben, te druk zijn, hun kinderen en met de pizza punt voor de televisie zetten. Dat zijn de werkelijke problemen. Maar voor onszelf, diversiteit, groente, fruit, vezels en vooral het dieet als onderdeel van een levensstijl die gezond is. Op de fiets naar het werk, trappen lopen, die kleine dingen kunnen we allemaal doen. Dat is eigenlijk de basis van vandaag. En als we die diversiteit en die afnemende dierlijke eiwitten wereldwijd gedaan krijgen, dan zal ook de milieudruk aanzienlijk afnemen. Maar er zijn mensen, en die zitten ook ongetwijfeld in deze zaal, die zeggen, ja, maar ik weet het toch niet zeker of ik wel het goede eet. Dat is die onzekerheid, die verwarring. En die gaan dus deze richting uit. Hoe meer pillen, hoe beter. Er zijn heel veel bezwaren aan het slikken van voedingssupplementen als je gezond bent. Het is ook een kostbare zaak, maar ook de overdosering is echt zorgelijk. Dus suppletie, zoals we dat noemen, is eigenlijk alleen maar aan te raden bij zwaar ondervoede kinderen of zwangere vrouwen in ontwikkelingsland die vaak ijzer of vitamine A gebrek hebben. Maar wees u alsjeblieft voorzichtig. Ik denk ook niet dat de toekomst van ons voedsel zal zijn dat we massaal op de pillen gaan. In de jaren 60 was de NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, die had bedacht dat het wel makkelijk was om die astronauten allemaal wat pillen te geven. Dan konden ze op die pillen konden ze wel in die capsules zitten. Maar dat bleek een ramp, omdat je misschien wel de voedingsmiddelen binnenkrijgt, maar dan ook heel veel pillen moet slikken. Maar natuurlijk de voedingsvezels niet, dus ik zal je de details besparen, maar het werkte dus niet. En sindsdien zijn we ook helemaal weg van het idee dat pillen een goed idee zijn. Maar ja, wat dan wel? Want het is natuurlijk niet alleen aan de consumentenkant wat ons bezig moet houden, maar ook hoe gaan we nou dat toekomstige voedsel produceren? Hoe moet dat? Ik heb u gezegd, er is op zich wel genoeg land, maar een van de belangrijkste beperkende factoren is arbeid. Jonge mensen vandaag de dag, waar ook ter wereld, ook hier in België, maar ook in Afrika of in Azië, willen eigenlijk niet meer in de landbouw werken. En als u van mij vraagt, waar bent u nou echt bezorgd over, dan is het over wie onze toekomstige boeren zullen zijn. Wie zijn nog de jongeren die vandaag de dag boer willen worden? Zie je iemand in de zaal die boer zou willen zijn? Nou, heel erg blij. Ik ben blij dat er nog 1-2 handen omhoog gaat. Maar dat is dus de illustratie van wat ik zeg. En complimenten gaan zo door. Want wij stedelingen, de toekomstige stedelingen, denken dat dat allemaal vanzelf gaat. Dat er gewoon er wel ergens voedsel wordt geproduceerd. Want de grote uitdaging, dames en heren, zal zijn en dat wij de technieken moeten ontwikkelen om boeren een goed en gezond leven te geven en ook zo efficiënt mogelijk te laten produceren, dat afnemende aantal boeren voor dat sterk stijgende aantal mensen in steden. En dat zal dus op een andere manier moeten. Hoe sympathiek ook het idee is dat dingen met de hand gebeuren en natuurlijk waar het kan en waar mensen leuk vinden en de prijs voor willen betalen, is die kleinschaligheid heel erg mooi. Maar het grootste deel van de wereldbevolking zal niet gevoed kunnen worden door alleen maar kleinschaligheid. Omdat het gewoon te weinig oplevert
transportprobleem wordt en ook de arbeidskrachtenbehoefte. Dus we moeten naar een revolutie toe op een technologische basis, maar dan wel duurzaam en ook menselijk en dierlijk verantwoord. En een van de leukste ontwikkelingen vind ik eigenlijk de relatie die nu ontstaat in de discussies over klimaat en landbouw. Er wordt vaak gezegd, landbouw 20% van de broeikasgassen uitstoot. Maar landbouw is natuurlijk ook deel van de oplossing. Want landbouw legt het enige systeem dat we hebben om CO2 in de bodem vast te leggen. Maar landbouw kan nog veel meer. Daar zal ik u een paar dingen van laten zien. We hebben in Wageningen een kas ontwikkeld die niet alleen energie vraagt, maar energie opneemt en daarna weer af kan geven. En we kunnen met die kassen nu al kleine woonwijken van energie voorzien. Dat is een hele nieuwe manier van kijken naar landbouw. Het is ook een manier waarop je bijvoorbeeld de tuinbouw kunt integreren in de stedelijke omgeving. Deze kas kan uit de zon. Deze kas kan zonne-energie opslaan in water daaronder, weg afgeven in de winter voor de kas zelf, maar ook voor de stad daaromheen. En dat is een heel nieuw verhaal. Bovendien weten we dat in kassen door de biologische controle die we daar in een gesloten milieu kunnen toepassen, ook het gebruik van chemicaliën ontzettend afneemt. Wij kijken nu bijvoorbeeld naar type glas die nog veel meer dan eerst zonlicht doorlatend zijn, zelfs als de zon niet schijnt. En daar zit technologisch, dus voor de echte ingenieurs onder u, zit geweldig veel mogelijkheden om die kassen te verfijnen, te integreren in stedelijke bebouwing. En dit kan eigenlijk, zoals u zult zien, bijna geheel zonder menselijke arbeidskracht. En die biologische bestrijding, overigens altijd goed om te weten, die is niet uitgevonden door de biologische landbouw, maar door de conventionele landbouw. Ik kom daar nog op terug, ik vind ze langzamerhand die tegenstelling niet meer erg politiek. Waar we voor moeten zorgen zijn echt dat we de beste elementen van alle technieken en mogelijkheden en systemen nemen voor de toekomst. Maar biologische bestrijding is hier, zal alleen maar sterker worden en beter worden naarmate we verder gaan. In het open veld is het nog een probleem, maar ook daar groeit het. En deze Nederlandse tomatenkassen heeft de hoogste producties per vierkante meter. In één seizoen is het iets van 40 kilo tomaat per vierkante meter. Dus, en wat kan ik dan nog meer in die kassen? Dat, dit is mijn favoriete dia die u nu gaat zien. Dit is mijn paprika plukrobotje. En ik noem hem, omdat u natuurlijk bij robotisering vaak denkt van het is verschrikkelijk, dat stoot arbeidsplaatsen uit. En dat is ook zeker zo. Er is, maar dit is werk wat anders door Poolse gastarbeiders wordt gedaan, want Nederlandse jongeren en boeren willen eigenlijk helemaal zelf niet meer paprika plukken, want het is heel vermoeiend. Je moet je goed concentreren en vooral je moet zorgen dat je die vruchten niet beschadigt. Dit robotje heeft allerlei camera's waardoor je precies in 3D kan zien hoe die paprika hangt. En kan hem dan de druk van die gele armpjes aanpassen. En zo kan die paprika zonder enige kneuzing geplukt worden, vervoerd worden en ook helemaal hygiënisch. Ik zeg niet dat alles zo gaat worden, maar ik geef het u even mee. We hebben het over de toekomst van ons voedsel als een van de opties die er zeker met die grote digitalisering aan zit te komen. Hetzelfde hebben we natuurlijk voor appels en allerlei andere dingen. En het is toch goed om even dat perspectief van de snelheid van de verandering te zien. Dus laat ik u zien aan de hand van de melkveehouderijproductie. In 1960 hadden we 10% van het land nodig en 21% van de dieren en van voedsel en water per kilo melk. En dat hebben we nu nodig ten opzichte van 1960. Dus we zijn ongelooflijk in efficiëntie gestegen in Nederland. En de emissies zijn natuurlijk nog steeds heel hoog. Dus dat is onze grote zorg nu. Daar was in 1960 geen sprake van. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat we dus op een tiende van het land dezelfde melk kunnen produceren. Zoveel kilo's als in 1960. Met een vijfde van de dieren en veel minder voedsel en water. Dat is in andere woorden de definitie van efficiëntie. En dat is toch wel heel spectaculair. Het zijn precies die 40, 50 jaar die we hebben overbrugd. Kan het nog veel beter? Nee. We raken wel aan de grenzen van wat er in de beste omstandigheden kan. Maar de kloof tussen wat, zeg maar, in Nederlandse koek kan en koeien elders, dat die is nog zo groot. Hè? In ontwikkelingslanden mag je al blij zijn als je 10 liter per dag hebt. Maar de Nederlandse koeien die doen 100 liter per dag. En ja, dat zijn echt hele grote verschillen die er nog zijn.
Wat de sleutel hiervan is, en daarom noem ik het ook hier, is de combinatie van alle, de optimalisering van alle technieken. Dierengezondheid, dierenwelzijn. Ik was dinsdag, voordat ik hier kwam, was ik in onze modelstallen in Leeuwarden. De koeien liggen daar op waterbedden. En de koeien hebben daar kleine borsteltjes boven hun waterbedden, waar ze hun rugjes kunnen schuren. Dat doen we niet alleen om het leuk te zien, maar omdat het serotonine in de hersenen losmaakt, waardoor de koeien zich nog meer wel bevinden. De koeien hebben het in het Nederlands ook beter dan helemaal met z'n modelstallen. Maar goed, zo is het. Maar waar het om gaat, is dat wat dat betreft heel erg veel stappen maken om efficiëntie niet dieronvriendelijk te maken. En dat is heel erg belangrijk, want heel veel mensen hebben een verwarring tussen grootschaligheid, dieronvriendelijkheid en voedselveiligheid, in negatieve zin. En ook die voedselveiligheid is in dit soort moderne stappen juist heel erg gegarandeerd. Dat wordt continu via sensoren gemonitord. Dieren worden gemonitord, de emissie, de gassamenstelling van de stallen wordt gemonitord. En ook de kwaliteit, de samenstelling van de melk. Maar, zoals ik u zei, de toekomst zal niet zijn alleen maar die dierlijke eiwitten. Ik denk dat we echt moeten toemoeten, dat is, zo u wilt, is dat het vraagstuk nummer 1 naast productieverhoging. En die 70% toename in de totale calorieën die we nodig hebben voor 2050. Zal ook zijn echt, hoe lossen we het eiwitprobleem? Want eiwitten, hoef ik natuurlijk niet te zeggen, is natuurlijk absoluut essentieel, met name voor het overleven van kinderen en met name voor het goed functioneren van mensen in de samenleving. Nou, de alternatieven, die zijn natuurlijk aan de ene kant zeewier en algen. Dit is een standaard algenpaar. Dit gebeurt dan in buizen. Je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt het ook aan de kust doen, hè, aan grote draden bijvoorbeeld. Er zijn honderden, misschien wel duizenden soorten algen die zeewier die geschikt zijn. Maar het lukt ons nog niet om dit heel erg goed te doen. Dat is echt een terrein. Als u zegt van ik zoek nog een thesisonderwerp, dames en heren, algen en zeewier. Er is veel over bekend, maar nog niet over hoe we daar verder mee doen. Wat wel interessant is aan de algen en zeewier, en dat geeft u iets hier aan van de nieuwe dimensies. Dat is, het gaat niet alleen om eiwitten, maar het gaat hier om heel veel interessante chemische componenten die daarin zitten. Die ook enzymen, maar bijvoorbeeld moet je ook denken aan allerlei oliën. En misschien is het wel goed om daar even bij stil te staan. Waarom vinden wij het belangrijk dat mensen vette vis eten? Dat weet u, dat is vanwege die omega-vetten. Omega 3, 6 en 9. Maar vissen, die maken helemaal geen omega-vetten. Die komen uit plankton en algen en zeewier. Dus waarom hebben we eigenlijk die weg via de vis nodig als we misschien direct kunnen synthetiseren uit die algen? Dus er zijn met dit soort nieuwe producten, dat zou ook kunnen gelden voor de paddenstoelen die ik hier eerder heb gezien, misschien wel hele interessante mogelijkheden. En dat wijst eigenlijk op een richting die er aankomt, namelijk dat de landbouw niet alleen maar een producent van bulk of van producten is, maar de landbouw wordt een producent van chemische stoffen. Die eigenlijk misschien wel in de industrie weer op een nieuwe manier gecombineerd zullen worden. Zet u maar schap, want dat gaat in tegen ons hele idee van dat we heel graag appels en bomen zien hangen en de producten direct van het land willen halen. Dat is ook zo, dat willen we ook. Maar tegelijkertijd, als de fossiele brandstoffen afnemen of af moeten nemen, dan wordt de landbouw eigenlijk de enige producent van alle interessante chemicaliën die we anders uit fossiele brandstoffen halen. Want zoals u weet, olie is natuurlijk niets anders dan gefossiliseerde plantenresten. Dus wat wij nu uit olie halen, kunnen we natuurlijk ook uit huidige levende planten halen. Daarvoor, voor de toekomstige chemische industrie, zouden die algen en zeewieren enzovoort wel eens een heel interessant iets kunnen zijn. Maar nogmaals, we leven in steden. Die algenparken kan je in steden doen, maar kan je bijvoorbeeld ook veehouderij in steden doen? Kan je op ieder kantoorgedaal een daktuin doen? Nou, er is wel wat onderzoek naar gedaan, want dat is niet zo heel erg makkelijk. Het ziet er leuker uit dan het in feite is, want de meeste steden en daken zijn koud, winderig, niet geschikt natuurlijk voor de productie van koolhydraten, dus de tarwe, maar wel misschien soms voor tuinbouw. Ik heb wel eens een keertje geiten op het dak van een parkeergarage gezien. Nou, daar word je ook niet echt vrolijk van, niet als mens, maar ik denk ook niet als geit.
Maar in ieder geval, ik denk wel dat naarmate de landbouw in die gespecialiseerde hoeken terechtkomt, zoals de tuinbouw die ik nu niet zie, dat we meer verwevenheid krijgen van gespecialiseerde productie met stedelijke omgeving. Maar de koolhydraatproductie, dus zeg maar aardappelen, tarwe, rijst, mais, schapen, de grote vijf, die zullen nog steeds wel echt van het overveld komen. En dat zal soms ook heel ver zijn van de stad. Dat geldt ook voor een deel van het veevoer, hoewel we daar ook bijvoorbeeld insecten kunnen gebruiken. Zitten we dan vast aan die huidige grote vijf, aan de dingen die we nu al kennen? We kunnen naar zeemeer, we kunnen naar insecten, we kunnen naar paddenstoelen, maar is er nog meer? Ik denk dat een van de dingen die in de laatste 40 jaar echt is veranderd, is dat we veel meer begrip hebben gekregen van biologische diversiteit. En tot voor kort had ik gezegd, nou het is mooi, hè, dit zijn allerlei soorten kalebassen, er zijn allerlei interessante kruisingsmogelijkheden. Maar vandaag de dag, sinds een paar jaar, sinds we natuurlijk CRISPR-Cas hebben, de nieuwe veredelingstechniek, sinds we veel sneller weten wat het genoom is van planten en dieren, kunnen we hier ook naar kijken als interessante bronnen, niet alleen om te kruisen met een andere kalebas, maar bijvoorbeeld of daar genen in zitten die interessant zijn voor andere toepassingen. Of dat er genen zijn die op dit moment niet aanstaan en elders te gebruiken zijn, of in de plant zelf, bijvoorbeeld om op nuttige componenten te produceren die niet alleen maar kalebas zijn. En dus weer de relatie tussen de chemische mogelijkheden en de variëteit. Biodiversiteit is van belang in het beschermen natuurlijk van die biodiversiteitsgebieden. Dat is ook een van de redenen waarom we de landbouwarealen niet moeten laten uitbreiden, zodat we die bossen en die heiden dus in stand houden. Maar biodiversiteit is natuurlijk ook een erfgoed van de mensheid. En het is een hele belangrijke bron die we collectief moeten beschermen. Ik heb zelf veel in Aleppo gewerkt, hè, het instituut wat daar de planten van droge van aride gebieden ook opgeslagen had in de genenbank. En mensen, wat zijn we gelukkig dat we kopieën van al die soorten hebben opgeslagen daar in het noorden van Noorwegen, van Spitsbergen, zodat bij de destructie van Aleppo, dat laboratorium, wat dus helemaal vernietigd is, dat in ieder geval al die zaden gered zijn. Dus in die zin is er ook door het organiseren collectief van onze landbouwkennis, is er veel te winnen. Biodiversiteit is een groot onderwerp van de toekomst. Ook daar moeten we over nadenken hoe we dat gaan reguleren. Want er is natuurlijk heel veel zorg. En de zorg natuurlijk over Monsanto, over genetische modificatie. We zullen daar vast een discussie nog over hebben. Ik denk dat eigenlijk een deel van de discussie achterhaald is nu we weer die nieuwe technieken hebben. Hè. Dus, u hebt allemaal gehoord denk ik van CRISPR-Cas. Hè. Dus hele nieuwe manieren om om precies in het genoom in te grijpen. Ik vergelijk het altijd maar, vroeger had je de Apple 2 met MS-DOS, of nou even, of je had MS-DOS, zou ik maar zeggen, en nu hebben we een Apple smartphone die 100.000 keer meer kan dan 30 jaar geleden. Nou, zo moet je dat ook zien. Dit is het nagelschaartje, het andere was de machete. De genetische modificatie is eigenlijk niet meer de manier waarop we noodzakelijke wijze dingen hoeven te doen. En heel veel van deze technieken leiden ook niet tot genetische modificatie, maar bijvoorbeeld tot het aanzetten van genen die al in de plant aanwezig zijn. Misschien het mooiste voorbeeld dat ik daarvan kan geven is bij tomaat. En u weet, tomaat bevat lycopeen en een aantal andere stoffen die ook die kleur geven, die gerelateerd zijn ook aan vitamine A die we willen verhogen, antioxidanten. Nou, het blijkt dat de tomaat uit genetisch onderzoek wat we hebben gedaan, is veel meer genen bevat die coderen voor dat soort nuttige stoffen. De plant had dat zelf evolutionair niet nodig, dus die genen staan als het ware in een slaaptoestand. Je kunt door CRISPR-Cas kun je genen als het ware wakker maken. Dat zijn dus de genen van de plant zelf en dan produceert die plant bijvoorbeeld twee keer zoveel lycopene of andere antioxidanten. Het is dus geen genetische modificatie, maar wel gebruik van genetische techniek op een hele zorgvuldige manier. Maar het is niet alleen de kant van de veredeling, maar ik denk dat we dus richting veel nauwkeuriger werk gaan, veel meer resistentie tegen ziekte en plagen, veel meer naar de kwaliteit van de samenstelling gaan kijken. Het is natuurlijk, dat is het begin. Dan komt de boer, maar dan komt de belangrijkste speler waar ik het nog niet over gehad heb, en dat is de voedselindustrie. Hij staat vast. Yes.
de voedselindustrie. Want het grootste deel van wat we eten, misschien zelfs wel alles, komt helemaal niet direct van de boer. De boer, misschien moet ik toch nog een keer zeggen, verbouwt helemaal geen brood. De boer verbouwt tarwe en er moet heel wat met de tarwe gebeuren. Kanalen, enzovoort, enzovoort, die brood gebakken, tot wij dat als brood tot ons krijgen. En niet alleen één soort brood, maar zoals je weet heel erg veel soorten brood. De voedselindustrie speelt een essentiële rol in te zorgen dat dat wat van het land komt, van het dier komt, uit de zee komt en bij de tot ons komt. En zelfs als u een gewone, eenvoudige appel eet, zelfs met die appel is bijna altijd wat gebeurd, tenzij u hem zelf plukt. He, want hij is in de koeling gelegd, hij is schoongespoten, enzovoort, enzovoort. En het rare is dat de meeste mensen denken dat die voedselindustrie eigenlijk een soort negatieve effect heeft, niet alleen op de keuze en de variatie, maar ook op de duurzaamheid. En dat is dus niet zo. En dat is hier dat echt onderzoek soms contra-intuïtieve resultaten boekt. Om een voorbeeld te geven. Als je sla koopt in de supermarkt, weet je wel, plastic zakje sla met voorverpakte sla, kent u allemaal. Of je kunt een krop kopen. Wie wil liever een krop dan een plastic zakje? Interessant. Niet iedereen wil een krop sla. Als ik dat in Nederland vraag, wil iedereen een krop sla. Want waarom denken wij dat een krop sla beter is? Omdat het natuurlijker lijkt. Maar als je het nu in de hele levenscyclus gaat analyseren, dan blijkt de sla die voorverpakt is, die gesneden is, die centraal is gewassen, blijkt met minder water gewassen, want het gaat onder hoge druk, dus minder afval. En doordat hij in dat biologisch afbreekbare plastic is verpakt, blijft hij ook langer houdbaar in het transport en in de koelkast. En dus is het eigenlijk een heel goed idee om die sla te kopen die al voorverpakt is. En zo gaat het met heel veel producten. Als je denkt aan de tomatensoep die je koopt, dan is die tomatensoep uit een pak vaak beter, ook voedingskundig, dan de tomatensoep die je zelf maakt. Waarom? Niet alleen maar duurzamer, want we gebruiken meer van de tomaat, minder energie. En wat wij kopen allemaal inefficiënt omdat we de gasverbruik te hoog zetten, bijvoorbeeld. Maar ook omdat ze bijvoorbeeld heel snel, onder hoge druk, wordt die tomaat gekookt. En dat behoudt veel meer voedingsmiddelen dan als we dat zelf thuis doen. En zo zijn er veel dingen waarin die levensmiddelenindustrie niet alleen de rol speelt in het verbeteren van de duurzaamheid, maar ook in het verbeteren van de voedingswaarde. Echter niet overal, en u mag dat ook niet voedstoots aannemen. En daarom is het zo belangrijk dat we ook informatie krijgen, transparantie over wat er met dat voedsel gebeurt. Maar geen van ons kan overleven zonder die levensmiddelenindustrie en die gaat alleen maar toenemen. Het interessante is de laatste ontwikkeling van boer tot consument via de industrie. En dat is wat wij nu noemen die Internet of Food. Ja, als onderdeel van die Internet of Things waar we ongetwijfeld van gehoord hebben. Alles wordt straks met alles verbonden. Dat betekent dat er straks op ieder stukje vlees, ieder stuk groente, ieder product echt een label komt te zitten. Wat u aangeeft niet alleen waar het vandaan komt en wat de samenstelling is, maar ook wat ermee gebeurd is. Dit zijn labels die precies bijvoorbeeld de temperatuur en de gassamenstelling meten, zowel daar binnen als daar buiten. En ook precies kunnen aangeven, kan iets nog geconsumeerd worden? Is het blootgesteld tijdens transport bijvoorbeeld aan te hoge temperatuur? En dat soort dingen maakt het dus ook mogelijk om die voedselveiligheid sterk te versterken. U zult zeggen dat is allemaal luxe voor westerse landen, maar u zou verbaasd zijn hoe snel dat ook nu in Azië zijn beslag krijgt. En dit leidt tot veel minder afval, ook al omdat mensen zeker van kunnen zijn dat ze nog iets kunnen eten. En hoeveel mensen gooien niet iets weg uit hun ijskast, omdat ze denken, ja, het zal de datum wel voorbij zijn, en ik durf het niet, en misschien is het niet goed, enzovoort. Dit geeft u zekerheid. En dat zal met alles in die hele keten komen. Je hebt nu al mogelijkheden om bijvoorbeeld op je smartphone allerlei details op te roepen van het product wat je in de supermarkt ziet. En dat is nog niet overal, maar dat gaat heel erg snel. Hier geldt echt de wet van de remmende voorsprong. Een aantal landen zoals China is al veel verder in dat opzicht dan wij. Maar er is natuurlijk naast die industrie hebben we nog een andere grote speler. En dat is de supermarkt, de retail. Onze supermarkten. De supermarkten waar we wel eens zorgen over hebben, van moet ik echt keuze hebben uit 30 soorten marmelade of krijg ik dan zoveel keuzes best. Supermarkten hebben een belangrijke rol als ze zijn de laatste stap voor de consument. En wat zij doen, bijvoorbeeld nu het vergroten van het aanbod van biologische producten, heeft ook echt effect.
En we moeten ons wel realiseren dat door de supermarkten de keuze in onze landen groter is geweest dan ooit is geweest. En de kwaliteit ook echt groter is geweest. De veiligheid, enzovoort, enzovoort. De supermarkten hebben een belangrijke rol. En toch. Ik ben met u het eens dat ook ik mis die kleine bakker om de hoek. Ik mis die groenteboer. Ik weet van de jaren dat ik in Rome woonde dat ik altijd naar die kleine groenteboeren ging. En uiteindelijk die producten vaak niet zo goed waren. Omdat hun omzet te gering was. Het slecht werd opgeslagen. En dat is, het is echt de tragiek van onze tijd. Dat het heel moeilijk is voor kleine boeren, voor kleine groenteboeren, voor kleine bakkers om zelf te overleven. Moeten we dat in stand houden? Ja, er zijn in het Rijke Westen consumenten die bereid zijn om meer te betalen. Maar nogmaals, voor de grote steden à la Shanghai enzovoort, zijn die kleine boeren maar zeer te, of die kleine winkeltjes maar zeer te delen een oplossing. Maar ook daar zie je diversiteit. En het is dus niet zo dat het of is, of supermarkt of kleinschalig, of grote boer of kleine boer. Ik denk dat het sleutelwoord voor de toekomst van ons voedsel juist is diversiteit in grootte en in modellen. En je ziet naast die supermarkten, zeker in Aziatische steden, zie je al die kleine stalletjes opstaan, al die kleine mogelijkheden die er ook zijn. Maar vaak, moet ik eerlijk zeggen, met desastreuze hygiënische achtergrond, als je kijkt van hoe het opgeslagen is, dan is dat vaak heel onveilig. En toch, daar kunnen we ook iets aan proberen. Dus houdt u diversiteit in het hoofd. En diversiteit ook op het niveau van de consument. Want dit zal over een aantal jaren wel in de keuken. Ik heb hem niet in mijn keuken, maar het is een 3D-printer waarmee u uw eigen voedselsamenstelling kunt bepalen. En bijvoorbeeld als gebleken is in de toekomst, hè, over 40 jaar, met uw chip die u dan overtuigend in uw pols draagt, dat uw calciumgehalte te laag is, dan maakt deze 3D-voedselprinter bijvoorbeeld spaghetti voor u met extra calcium. Of een of andere speciale mix van wat u ook maar wilt. Extra eiwitten, speciale aminozuren. Het kan allemaal. Het is onderdeel, niet morgen, het maakt niet zo geen zorgen. Het zullen kinderen misschien zijn, maar toch. Het is onderdeel van die ontwikkeling naar die hoogtechnologische landbouw- en voedselvoorziening die we zullen krijgen als één van de opties, maar toch een heel reële, zien we snelle veranderingen. Ik hoop dat u, degene die van u die over 40 jaar nog in leven zijn, nog eens denken aan, oh ja, dat was het toen. Als u straks dan over 40 jaar bij de kleinkinderen staat die met de 3D-voedselprinter omgaan, zoals nu de kleine kinderen met de iPad omgaan. Die 3D-printer die komt eraan. Misschien niet onmiddellijk in alle huishoudens, maar wel bijvoorbeeld in restaurants, wel in ziekenhuizen enzovoort. En dat brengt me eigenlijk tot mijn laatste opmerking. Want voedsel is meer dan alleen maar technologie. Voedsel is als het ware datgene waar alle kennis van het verleden ook in samengebald is. Voedsel is identiteit. En wij staan, denk ik, als wetenschappers op de schouders van anderen. Op de schouders van al die anderen die kennis hebben verzameld. Maar het is ook onze taak om door te gaan. Het is ook onze taak om te spreken over het belang van een op feiten gebaseerde wetenschap in het maatschappelijk debat. En nee, wetenschap heeft niet altijd de waarheid in pacht. Wetenschap is, zo je wil, de meest geëigende manier om met ons twijfel om te gaan. Want wetenschap heeft als belangrijkste eigenschap dat we toetsen. Dus georganiseerde twijfel, dat is wat we nodig hebben. Systematisch toetsen van onze twijfel. En er zijn zeker dingen die we fout hebben gezien. Er zijn zeker dingen die we ook maatschappelijk fout hebben gedaan. Maar ik denk dat ons bewustzijn van hoe ver we zijn gekomen in de laatste 40, 100 jaar en waar we heen gaan en daar met open ogen en in transparantie met de maatschappij over praten, ik denk dat dat ook onze opdracht is voor ons allemaal. Dank u wel. Dankjewel. Ongetwijfeld hebt u prangende vragen. We hebben ongeveer 10 minuutjes. Na de pauze is er uiteraard nog een debat. Mag ik vragen, als u een vraag stelt, dat u ook uw naam meldt en uw affiliatie hè, en dan uw ene vraag formuleert.
Ja, ik ben meneer Stepman. Ik werk voor een Europese Commissie gefinancierd platform rond landbouwonderzoek Afrika-Europa. Voedselveiligheid komt meer en meer in de internationale belangstelling. De Amerikaanse regering organiseert eind van deze maand een interne discussie rond voedselveiligheidsonderzoeksnoden, vooral Afrika en Europa. Maar internationaal zien we de laatste 15 jaar een toename in het aantal voedselstandaarden, vooral binnen de private sector. Hoe problematisch is dat voor- en nadelen en is het ook niet soms nefast voor Afrika? Ja, dat is een goede en heel complexe vraag, zoals u zelf ongetwijfeld weet. Kijk, aan de ene kant hebben we, voor degenen die er niet helemaal in zitten, we hebben natuurlijk nationale voedselstandaarden, we hebben ook in Europa een goed systeem, hè, met de EFSA, de European Food Safety Authority. Maar tegelijkertijd hebben bedrijven soms normen die of verder gaan of net iets anders zijn. Als ze natuurlijk echt afwijken van nationale standaarden, dan mag dat niet. Maar er is een hele grote druk in, op vanuit consumenten om bijvoorbeeld producten te maken zonder E-nummers. En nou, E-nummers hebben de voedselveiligheidscodes gepasseerd, dus die kunnen in principe. Maar toch zijn de consumenten die zeggen, ja, ik wil een product zonder E-nummers. Dus je krijgt een soort grijs terrein waar eigenlijk geen regulering op is. Want bijvoorbeeld het weglaten van bepaalde E-nummers heeft ook een bezwaar. Dus heb je natuurlijk een ander regime in Amerika. Je hebt veel landen, met name in Afrika, maar ook nog delen van Azië, waar eigenlijk geen goede nationale autoriteit is. Het zou ideaal zijn, denk ik, als bijvoorbeeld de EFSA-normen overal overgenomen zouden kunnen worden. Maar het hele zaakje hangt natuurlijk ook op de capaciteit van monitoring en controle. We hebben, om jullie idee te geven, laatst de hele top van de voedselveiligheid van Uganda in Wageningen gehad en is de totaliteit getraind. Want je kunt niet zomaar één PhD uit Afrika hebben, je moet eigenlijk ook de ambtelijke top en de top van die laboratoria allemaal gaan trainen, zodat je dezelfde normen krijgt. En je hebt voorkomen gekregen, dus ook mijn zorg voor Afrika, ik zou eigenlijk veel meer willen doen, ook in het kader bijvoorbeeld van de WTO. Dan zijn we ook in het gesprek of je gewoon standaard bij alle handelsovereenkomsten zou moeten aanbieden, dat wij ook de landen die daar betrokken bij zijn, ook als het ware trainen, zowel op het gebied van wetgeving als op het gebied van het uitvoeren en monitoring. En dat is een enorme kloof. En Afrika loopt ook achter, waardoor je aan de ene kant een gevaar voor de volksgezondheid krijgt, maar ook een probleem bij de export van Afrika natuurlijk naar Amerika en Europa. Ik ben iemand die erg gelooft in uniformiseren van de normen die er zijn, maar aan de andere kant dat niet doen zonder opleiding. En met bedrijven zal, er zijn natuurlijk een aantal platformen van bedrijven, daar zal ook nog meer gepraat moeten worden van hoe we toch wel kunnen zorgen dat die normen, in ieder geval een soort minimumpakket hebben wat overal geldt. Daar zijn we nog ver vanaf, daar ben ik volledig met u eens. Zijn er nog vragen? Goedemiddag, Helene van Fairtrade Belgium. U gaf dus... Ja, oké. Okay. Ik zie u achter het plantje. Mijn vraag is eigenlijk, u had het even over alle uitdagingen dat de boeren opgeraken, onder andere, en dus dat er wel mensen aan de boeren die er zijn, dat die goed, allee, dat die in goede omstandigheden kunnen leven, maar ook die efficiëntie. In welke mate denkt u dat Fairtrade als alternatief handelssysteem daar op een of andere manier aan die uitdagingen kan bijdragen? Wat Fairtrade heel goed heeft gedaan, is denk ik de westerse consument bewust gemaakt van het belang van arbeidsomstandigheden in de landbouw en een eerlijke prijs. Hè. Ik denk dat dat echt een belangrijke bijdrage aan het debat is geweest. En er zijn natuurlijk ook wel hier daar wat twijfels over of die prijzen die dan via Fairtrade worden besteed ook echt goed bij die boeren terechtkomen. Maar goed, daar wil ik af zijn. Ik denk dat eigenlijk uiteindelijk zo zou moeten zijn dat Fairtrade overal de norm is. Ik ben niet zo voor een apart systeem, nu hebben we dat en er wordt wat meer voor betaald. Maar het beperkt het aantal producten. En eigenlijk zou ik gewoon willen dat de normen van bijvoorbeeld het je mogen organiseren als landarbeider, dat overal mag gelden. Dat kinderarbeid in bepaalde normen wordt gebracht en dat moet gewoon standaard worden. En net zoals wat uit de biologische landbouw komt, zorgvuldig omgaan met chemicaliën, moet ook standaard worden. Uiteindelijk moet je die systemen nou elkaar toe groeien, zodat de optie voor de consument, in al zijn verwarring ook is, dat het gewoon zeker is dat het op een eerlijke manier is geproduceerd en betaald. Achteraan toch wel, zeg ik,
slaapt u allemaal daar? Jeff Peters, sociaal werk, kan je doen. Ik ga een beetje verder op die vorige vraag, maar hoe kijk je juist op het belang van de voedselindustrie? En hoe verbind je dat met wat voor mij toch een noodzaak is, op grotere schaal dan voeding alleen, maar economische democratisering? Omdat nu in de voedselketen zijn een aantal zeer grote spelers die zeer dominant zijn. Ja, dat is een zeker valide punt. Hè. De dominantie van met name supermarkten, die eigenlijk steeds meer in die keten ook upstream, hè, naar boven toe. Dus ze gaan peilen gaan stellen dat zij contracten hebben voor de aanlevering, zowel uit de industrie als ook direct uit de boeren. Dat leidt tot semi-monopolieposities als we het oppassen. Dus ik denk dat daar ook heel erg goed naar gekeken moet worden. Ik heb afgelopen maanden in een werkgroep gezeten voor eurocommissaris Hogan om juist te kijken naar het verbeteren van de transparantie in die markt. Want ik denk dat eerlijke informatie over prijs aan boeren bijvoorbeeld nog wel eens ontbreekt in Europa. Ik kan u een referentie ook van het rapport geven. We moeten zorgen dat boeren op een eerlijke manier in die voedselketen blijven zitten. Dat ook de voedingsindustrie, ook bijvoorbeeld de kleinere spelers die weggespeeld worden door de grote, door die druk op die marges die natuurlijk steeds groter worden. En dus ook hier geldt weer het principe van diversiteit. We moeten dus zorgen dat het niet maar een paar spelers zijn die bijvoorbeeld dan niet geïnteresseerd zijn om in minder bevolkte gebieden te gaan zitten omdat hun omzet niet groot genoeg is. Dus daar heeft ook een overheid nog wel een rol te spelen, zonder dat het de hele industrie aan banden wordt gelegd. Maar ik denk ook dat de consument daar een verantwoordelijkheid heeft. En waarom zijn die grote ketens zo succesvol? Omdat natuurlijk toch nog steeds veel consumenten, hè, ook vaak met twee zielen in hun borst leven, dus aan de ene kant heel erg idealistisch zijn, maar ondertussen wel het grootste product bij de grootste supermarkt kopen. En dus ook een stuk bewustwording van de consument moet helpen om die keten eerlijker te maken. Maar prijstransparantie en mogelijkheden voor boeren om zich goed te organiseren zijn wel heel essentieel. We hebben in Nederland bijvoorbeeld een hele succesvolle, hele grote melkcoöperatie, Friesland Campina, die zo groot zelf is geworden. Het zijn alle individuele boeren die aandeelhouder zijn, dat ze ook echt gericht kunnen bieden tegen de supermarkten. En het oude coöperatieve model, dat is een van de andere lijntjes naar de toekomst, moet misschien wel eens heruitgevonden worden om weer goed te kunnen functioneren. Zo vermoeiend zo. Dank u wel, Sebbe Dekkers van het departement Aard en Omgevingswetenschappen, KU Leuven. U zegt terecht dat Afrika achteraan hoppelt en dat het echt daar een enorm probleem is om er iets aan te doen. We zitten met een situatie wel dat in de meeste landen meer dan 50% van de bevolking kwalitatief ondervoed is, met alle gevolgen van dien. Hoe ziet u de nood of hoe moeten we het aanpakken in het onderzoek voor ontwikkeling om daar iets aan te doen? Ja, dat is een heel goede vraag. Ik heb natuurlijk zelf wel een hele grote betrokkenheid bij Afrika. We moeten zeker, hè, en dat kunnen we ook, we zeggen zelfs politiek verkopen in onze landen. Als wij Afrika verwaarlozen, houden de problemen echt niet op bij de kust van Noord-Afrika. Wat moeten we doen in Afrika? Een van de belangrijkste dingen waar we snel winst kunnen maken, want de modernisering van die landbouw die gaat ook nog wel even duren, is het laten afnemen van de waste, het afval. Bij 30-40% van wat op het land staat, komt niet bij de consumenten op bord. Dat is in Afrika vooral omdat in de naoogstbehandeling ontzettend veel dingen misgaan. Ratten, muizen, schimmels, het ligt langs de weg, en de kwaliteit neemt ontzettend af. Slachthuizen zijn verschrikkelijk in de hygiëne. Als we die keten tussen boer en krat kunnen verbeteren, dan kunnen we zeker zo 25% winst maken in de productie. En dat kan heel snel. Dat is niet een kwestie van nieuwe technologie, we weten hoe dat moet. Nou, dan heb je de volgende stap, die is zorgen dat boeren de middelen hebben om te produceren, dat markten functioneren. Middelen om te produceren, dat betekent dat we moeten zorgen dat iedere boer toegang heeft tot goede zaaizaden, tot goede kunstmest die ook aangepast is en dat er ook een systeem ontstaat dat wat er geproduceerd wordt ook daadwerkelijk naar de stad komt en niet via allerlei tussenmannen die zelf een deel opstrijken. Dus ook daar geldt dat is in een coöperatiemodel nog een mogelijkheid. Dat neemt langer. Maar nu zie je dat boeren gewoon vaak niet het zaaizaad hebben of het zaaizaad van het vorige jaar gebruikt wat minder goed is opgeslagen.
Dat zijn wel kleine dingen die we met de huidige technologie kunnen doen. Ja, als je kijkt naar de oprichter van Cassave, die zei een fractie van wat ze in Brazilië zijn op vergelijkbare bodems. En dat is puur een kwestie van niet de inputs hebben, niet de ziektecontrole enzovoort. Ik denk dat de volgende stap is dat we ook moeten gaan naar het kwalitatief verbeteren van de samenstelling van voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld op het gebied van vitamines kunnen we nu nieuwe rassen ontwikkelen, die zijn er al voor een deel. We kunnen denk ik veel nog doen met het toepassen van wat wel goed werkt in andere landen. Maar de sleutel, zoals u weet, in Afrika is zowel politiek en qua mensen. Politiek omdat er nog veel belangen zijn om er niet voor te zorgen dat het land ontwikkeld wordt. Dus een hoge mate van corruptie nog steeds, een hoge mate van land. Eigenaarschap van mensen die eigenlijk alleen maar geld willen hebben en niet politiek willen gebruiken in de stad wonen. En de opleiding van mensen is nog steeds niet goed genoeg. Maar ik zou zeggen, wij hebben in Wageningen 800 ingenieurs voor Ethiopië opgeleid. En ik merk gewoon dat in dat land, wat natuurlijk niet in zijn eigen politiek heeft, dat je daar nu ziet dat men echt bewust nu gaat investeren in het platteland. En dat zal moeten, en daar zullen we ook de Wereldbank en iedereen op aan moeten spreken. Investeren in Afrika is absoluut een must. En het goede teken dat het kan, is dat je ziet dat in een aantal landen nu de private sector, inclusief de private sector uit China, nu gaat investeren. En nu moeten we zorgen dat het ook echt de Afrikanen zelf ten goede komt. Er is nog ruimte voor één laatste vraag. Mijn naam is Kurt Sanne, ik ben landbouwer. U stelt terecht dat het voedseldebat moet gevoed worden op basis van wetenschappelijke feiten en niet op basis van emoties. Is de visie die u poneert, is daarover een wetenschappelijke consensus vergelijkbaar met bijvoorbeeld, er is wetenschappelijke consensus over de verandering van het klimaat en dat de mens daar de oorzaak van is. Dus wat u stelt, is daarover een wetenschappelijke consensus of zijn er ook wetenschappers die het niet eens zijn met u? Nou, wetenschap is natuurlijk altijd ook een kwestie van variatie, niet aan meningen, maar aan toetsbare feiten. Dus er zijn een aantal dingen, ik heb u natuurlijk iets naar de toekomst geschetst waar natuurlijk niet alles al onderzocht is. Maar als ik bijvoorbeeld zeg dat irrigatie ontzettend goed kan toenemen, dat die chips op de bewaarbaarheid van producten, daar is consensus over dat het kan, dat we weten hoe het moet. Dus er zijn veel dingen waar een grote consensus over is, maar zoals altijd heb je ook in mijn eigen universiteit heb je mensen die zeggen nee, maar het kan ook nog anders. En dat is de enige manier waarop we verder komen, is toch via die kronkelweg van proberen te kijken wat nu echt toetsbaar is. En het zou best wel eens kunnen zijn dat dingen er over een aantal jaren weer anders uitzien. Maar ik denk dat over de basisprincipes, en dat die keten efficiënter moet, dat we een afname van dierlijke eiwitten moeten hebben. Althans, voor het beste, ik denk dat daar een hele grote overeenstemming is bij bijna alle onderzoekers. Maar net zo goed als je een aantal mensen hebt die nog steeds zeggen dat het klimaat geen probleem heeft. En we niet uit moeten sluiten dat er nog nieuwe feiten over het klimaat naar boven komen. Zou het ook kunnen zijn dat bijvoorbeeld het hele eiwitdebat toch nog er weer anders uit gaat zien. Maar voorlopig denk ik, op vrij solide gronden, dat bijvoorbeeld de variatie in eiwitbronnen of nieuwe eiwitbronnen wel een echt ding is waar we op kunnen rekenen. Dus misschien zijn er vrijwilligers die paddenstoelen willen gaan kweken op de buurt, bijvoorbeeld. Oké, ik heb instructies gekregen om heel streng te zijn. Ik bedank u, Louise. Ik ben blij dat we u voorgesteld hebben voor een leerdoctoraat, dat je dat aanvaard hebt. En ik denk dat we hebben uitgewerkt ook fier zijn dat de universiteit u dat eredoctoraat gegeven heeft. Wij hebben nu een pauze van 15 minuten en we verwachten u dus ook schip binnen 15 minuten hier te komen.